Welkom bij Gluren bij de Buren. Vandaag zijn er 128 woonkamers open, waar 128 Amersfoortse artiesten spelen. En de bank is de ruïne en het vloerkleed is het podium. En iedereen kan meedoen. Dat maakt het project zo fantastisch. Heel Amersfoort kan er gegluurd worden, van Vathorst tot aan de Berg en van het centrum tot aan het Soesterkwartier. Veel plezier en leuk dat u er bent. Jazz. Vertel daar iets van. Ja, we spelen met z'n tweeën, zonder drums, dus gitaar en contrabas. Dat is al een beetje eigenwijs, want de meeste jazzbandjes hebben natuurlijk een drummer. Dus wij spelen met z'n tweeën, dat schept heel veel ruimte. Dan kunnen we veel meer doen met stilte en met juist geen stilte. En het eigenwijze zit er dus een beetje daarin, maar ook in dat we eigen versies spelen van wat minder bekend jazzrepertoire en ook eigen composities spelen. Een paar jaar na de middelbare school samen een bandje. Ja, ik weet niet precies wie ermee kan lijken. Ja, we wilden samen een bandje hebben inderdaad. We zochten eigenlijk een drummer erbij. Peter was toen rustig, dus toen konden Peter wij krijgen als drummer. Toen zijn we eigenlijk met z'n drie hierheen gevormd. Ja, en jullie zijn de namen? Tim. En wat speel je? Ik speel gitaar en ik zing. Yeah. Ik ben Peter en ik speel de drums. Ik ben Robin en ik speel bas. De eerste drie letters van Amersfoort. En dat is een hele oude blues generatie die dat ook heeft gebruikt. Zoals de Chic en de New Orleans. Daar is ook iets uitgekomen. Ik weet niet meer precies wat dat was. Maar daar komt onze naam ook vandaan. De 1, Amersfoort. Daar komen alle drie vandaan. Zijn alle drie opgegroeid en geboren. Dus vandaar.
Hoe vinden jullie het hier gaan? Want jullie spelen vaker bij Gluren bij de Buren, hè? Ja. Hoeveel keer? Vijfde keer, denk ik. Zo vaak al? Struinen. Met struinen erbij. Ja. Met struinen in de tuinen erbij. Ja. Misschien wel meer dan vijf. Ja. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you are. De vijfde keer in totaal. In 2010 hebben we voor het eerst meegedaan. Bij Gluren. En bij Struinen hebben we ook 3 keer meegedaan. Het is gewoon hartstikke leuk. Huiskamerconcertjes voor het soort muziek dat wij maken is eigenlijk het meest dankbare werk. Zeker als mensen daar meezingen, dan krijg je die respons, dan krijg je echt die energie, komt dan terug van het publiek. En dat maakt het zo heel leuk. Thank you.
Ga hier door daar. Ja, mijn stem en ja, ben best niet aan toe. Ja, mijn stem en ja, mijn spoiler. Ik kom uit Amersfoort. Dit zijn weeskinderen die komen uit Oekraïne, uit Kiev. We hebben net het liedje Wyszywanka gehoord. Dat is een nationale Oekraïns kostuum, zeg maar. We zijn Oekraïns, zeg maar. Dus het liedje gaat over de Oekraïnse nationale kostuum. Dat heet Wyszywanka. Wyszywanko, moja Wyszywanko, smereko, myślewa żana. Ty daleki, kapa polonianka, ty nie prawo, kryja żywa. Ja po świtu idu wyszywanci, aż nie wujce żurawli. Kaj zwyczają, to stali wariant. Hartstikke leuk. Mensen waren gewoon enthousiast met de dansen. Ik vond het heel geweldig. Ik ging ook met mij zingen. En zo was het interessant ook om hun Afrikaanse, hun zelf ook liedjes zingen met mij. Ze hebben heel plezier gehad. Echt, het was super fantastisch.